Vier weken geleden kwam het haar van de 9-jarige Asra vast te zitten in de beweegbare bodem van de kalkwijk. Hoewel er geen officiële regels zijn voor zwembaden wat ze moeten doen als de bodem wordt verplaatst, heeft de provincie het bad toch op de vingers getikt. Wat belangrijk is, is dat we een lastende dwangsom hebben opgelegd, een, vo een vooraankondiging. En dat we daarin zeggen: dit mag natuurlijk niet weer gebeuren. Belangrijker is welke maatregel wordt getroffen. De maatregel die nu is getroffen, is dat alle kinderen, of eigenlijk badgasten moet ik zeggen, uit het bad moeten. op het moment dat de vloer gaat bewegen. Dat is heel verstandig, want dan kan ook niemand meer bekneld raken. De maatregel geldt voor alle zwembaden met een beweegbare bodem in onze provincie. En dus ook voor de kalkwijk, maar die had na het incident zelf ook al ingegrepen. Wij hebben voor dit zwembad hebben wij gezegd, uh, uh, wij gaan in de toekomst en uh, eigenlijk vanaf uh, dat moment gaan wij niet meer uh, de bodem bedienen op het moment dat er mensen in het water zitten. Dus iedereen moet er dan uit. Iedereen zal nu uit het water moeten. Uh, ja, dit was een plek waar wij nog geen risico zagen, maar op het moment dat zoiets gebeurt, dan ga je natuurlijk inderdaad, uh, daarna handelen. De Kalkwijk heeft inmiddels contact gehad met Asra en haar ouders. We hebben ook aangeboden om het meisje te begeleiden om weer met plezier te gaan zwemmen. Want dat is waar het uiteindelijk natuurlijk om gaat. We willen een veilig zwembad zijn waar kinderen met heel veel plezier naartoe komen. De maatregel van de provincie is per direct ingegaan.